1, 2, 3. Met veel praten, veel schrijven, veel onderhandelen, veel bedelen, zijn we uiteindelijk gekomen met het initiatief de best geslaagde studenten elk jaar van elke opleiding. We beginnen met de pilot. Het is geen ondersteuning. Het is te motiveren. Het is te pushen. Het is te waarderen met een bouwkavel. Ready to shoot, ready to build. En het is inderdaad zo dat er wat enveloppes bij mij zijn. 6. Dit is een stimulans, niet een discriminatie richting de anderen. Een stimulans zodat de anderen, de derdejaars nu, eigenlijk harder hun best gaan doen. U gaat op een gegeven moment alleen maar best geslaagd hebben. Die enveloppes, daarin zit niet de bereidsverklaring nog. Het is een bewijs dat deze 6 studenten zich mogen aanmelden. En dan worden hun zaken met de meeste spoed in orde gemaakt. Dat is alvast een houvast. We kunnen no way back. Maar wat ik ook wilde vragen, ik heb begrepen dat die masterstudent de eerste is van zijn groep. Dan wilde ik hem ook uitnodigen. Ik heb geen enveloppen voor hem nu, maar ik wil voor iedereen de toezegging doen, als u even naar voren komt. Ik feliciteer u nogmaals. Hij is de eerste van zijn groep, daarom komt hij ook in aanmerking voor een bouwkavel. En de minister heeft beloofd, de president heeft beloofd en toegezegd dat dit niet is een project voor nu. We beginnen met het project, maar ik heb gevraagd en dat is toegezegd dat we gaandeweg dit institutionaliseren. Dat het onderdeel wordt van het beleid, dat het niet afhangt van mij of de minister of wie dan ook. Dat elk jaar de best afgestudeerden van de hoger Surinaamse opleidingen kunnen kijken, tegemoet kunnen zien naar een kavel om mee te beginnen. Het is voor de best geslaagde van de hoogopgeleide. Van de hoger publieke instellingen, dus de universiteit, PTC, UL en AHKCO, in eerste instantie. Is er al een aantal kavels vrij die speciaal bestemd is voor deze groep? Of worden die gaandeweg gezocht? Gaandeweg het project worden dus die kavels gezocht. Ik moet zeggen dat het project op Rebirth voldoende ruimte biedt. In elk geval voor dit en komend jaar. Ik draag de overtuiging dat met de, in feite de wil die er is. En het besef die er bestaat vanuit de regering om steeds te investeren in grond- en huisvesting. Dat in feite... we ook zullen komen tot de uitbreiding van het beschikbare terrein ter realisatie van het doel.